Hoi en welkom bij Fem. Vandaag wil ik jullie laten zien hoe je super cute een cadeautje kan inpakken. En dat bedoel ik niet inpakken als in dit. Dit is dan zeg maar ingepakt. Dit heb ik, het cadeautje wat ik in de winkel heb gekocht, dat ingepakt is in de winkel. Maar eromheen. Ik merk dat ik zelf de laatste tijd soort van een obsessie heb met cadeautjes leuk inpakken. Met tasjes en dingetjes. En als je houdt van een Amerikaans je bed opmaken, dan is dit misschien ook wat voor jou. Dus blijf kijken. Als eerst ga ik laten zien wat je allemaal nodig hebt. Ten eerste je cadeautje. Ik heb vandaag twee cadeautjes die ik ga inpakken. Dit is voor een vriendin die zwanger is. Dit is in de winkel ingepakt, maar je kan natuurlijk zelf ook inpakken. Dit is een knuffeltje, dus het is iets minder strak dan een vierkant doosje. Maar dit cadeautje is dus al ingepakt. En dan heb ik nog een cadeau voor een vriend die jarig is. Dit is een pyjama broek, die is niet ingepakt. Dan heb je iets van een cadeautasje nodig. Je hebt verschillende maatjes. Dit is een kleintje. Dit is een gemiddelde. Ik heb laatst hier een pak van gekocht bij de groothandel. Witte tassen, want die kan je zelf ook leuk versieren. Maar je hebt ook mega tassen en met leuke dingetjes erop en zo. Maar dit is, hier kan je lekker creatief op losgaan ook. Vloerpapiertjes. Ik heb deze in Amerika gekocht. Daar is dit dus namelijk heel normaal om zo je cadeautje in te pakken. In Nederland zijn ze iets moeilijker te vinden. Maar deze komt bijvoorbeeld uit een set die ik bij IKEA kocht. Dus het is er wel. Maar hele happy fun van vloerpapier kan je bijvoorbeeld ook online bestellen en zo. Mijn favoriete onderdeel, de bows, of in het Nederlands de strikjes. Dit is eentje die komt van IKEA, heb ik al heel erg lang. En dit is eentje die ik laatst nieuw heb gekocht. Hoe leuk ziet dit eruit? Dit is echt essentieel wat mij betreft. Dit moet er gewoon bij. Het zijn allemaal leuke kleurtjes en ik vind dit vervangt eigenlijk inpakpapier vaak al. Dan iets van lint. Je hebt ook dit soort lintjes, hier zit ook wat bows bij. Kan je ook gebruiken om je cadeautje nog net iets leuker te maken. En tenslotte een leuke kaart. Dit zijn kaarten die ik in Amerika heb gekocht. Ik heb laatst een hele hoop meegenomen. En die zijn toch iets anders. Oeh, dat kietje zit niet goed. Een tip, ik koop vaak een voorraadje aan kaarten. En dan weet ik in mijn hoofd al voor wie welke kaart is. Dus die is binnenkort jarig, dan haal ik die voor. En dan weet ik bijvoorbeeld dat iemand zwanger is of wat dan ook. Dan haal ik alvast een kaart en dan heb ik een soort stack. Oh, en tenslotte kijk ook even wat je al hebt in je kast qua crafty dingen. Ik heb hier bijvoorbeeld pompons. Ik heb hier iets wat ik ooit van een tutorial heb gebruikt. Dat kan je ook allemaal gebruiken om je cadeautjes super mooi in te pakken. Oké, ik begin met het cadeautje voor mijn zwangere vriendin. Nou, het past er goed in. En ik ga als eerste het zakje versieren. Oké, het tasje heb ik versierd. De lijm waar ik swirls mee heb gemaakt moet nog drogen. Het is echt niet het mooiste kunstwerk wat er is. Maar weet je, het gaat om het ideeën en dat je daar tijd in steekt en liefde. Dus ik zal deze even laten drogen. En dan ga ik die voor een vriend maken. Oké, deze is ook klaar. Als je dit niks vindt, dit is meer een beetje mijn humor hoor. Maar als je dit niks vindt, kan je hem natuurlijk ook gewoon wit laten. Gewoon een kant-en-klare tas kopen die versierd is. Dan is het nu tijd om de tas te vullen. Hier heb ik het cadeautje. Je kan hem er natuurlijk gewoon in doen, maar we gaan hem nog even versieren. Wat ik het leukst vind, is om een lintje toe te voegen. Een bow, een lint. Niet een lint eromheen, kan ook natuurlijk. Maar erop plakken. Die lintjes die ik net liet zien, die kan je eromheen doen. Maar dit is niet een vierkant pakje en dan ziet het er gewoon niet zo mooi uit. Dus ik plak deze erop. Dit vind ik zo cute. Kijk gewoon zo. Die gaat erin. En wat ik vaak doe is als ik een vierkant pakje heb, dan doe ik het lintje dingetje bovenop. En dan steekt die echt uit. Dus die gaat erin. Ik kan eventueel nog eentje toevoegen. Hier. Zo. Bijvoorbeeld. Dan ietsje bijgooien. Ik heb hier wat pompons. Dan de kaart. Die ga ik even beschrijven. Dit is eigenlijk een verjaardagskaart. Zeg ik with love and wish for a perfect happy birthday. Ja, ik vind dat leuk om dingetjes dan weer te veranderen. Dus dan doe ik birthday weghalen. Baby. Deze gaat in de envelop. Dan op de envelop. De envelop kan je ook weer versieren. Die kan het echt zo gek maken als je zelf wil. Weer een sticker op zo. Die gaat hier erbij. En dan nu vloerpapier. Wat zal ik doen? Ik ga voor de roze. En hoe gebruik je vloerpapier? Dat open je helemaal. Dan neem je het midden van eentje. Zo. En dit ga je zo draaien.
dat steek je hier. Kijk, het ziet er nu zo uit. Je ziet dat het cadeautje in elkaar. Steek je zo erin. Zo, en dan is hij klaar. Zo ziet het er dan uit. Als je hem geeft, dan moet ze eerst het papier eruit halen. Zo, kan het voordoen. Zo, nou cadeautje, kaart, pompons erin. En voilà. Nog even snel die van de vriend. Dit is dus niet ingepakt. Wat je dus ook kan doen met vloerpapier, is het inpakken in vloerpapier. Dat zie je ook wel eens in winkels. En dat is gebruikelijk bij kleding. Dus op zich past dit ook wel. Zo. Ik rol dit in het vloerpapier. Zo. Een leuke sticker om het dicht te plakken. En dit doe ik in het tasje. Dan steek je het eigenlijk al leuk uit zo. Dan de kaart. Ik doe nu een bow op de kaart. Zo. Gaat erin. En ik doe er eentje hier. Zo. En voilà, deze is ook klaar. En dit is hoe ik cadeautjes inpak. Dit is een beetje do-it-yourself met dit. Maar meestal heb ik een kant-en-klaar tasje. Maar ik vond het leuk om het eens een keer op deze manier te doen. Dit kan, maar je kan natuurlijk ook een mooi, perfect tasje kopen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en tot snel. Hoi en welkom bij Fem. Vandaag ga ik jullie tips geven hoe je een kortslip kan voorkomen of zo snel mogelijk kan genezen.